Malawi is een prachtig land in het zuidoosten van Afrika. Het heeft een heerlijk klimaat en is overzichtelijk en vriendelijk. Malawi kent een prachtig natuurschoon. Maar Malawi is ook een van de armste landen in de wereld. Het wordt geteisterd door hongersnood, armoede en kindersterfte. Ik ga in deze serie van Family 7 in actie op bezoek bij Grace Farm. Een boerderij in de binnenlanden van Malawi waar weeskinderen worden opgevangen. En waar arme gezinnen een stuk land krijgen om met de opbrengsten de hongermaanden door te kunnen komen. Het project wordt deels gerund door Nederlandse christenen. Maar om de honger, sterfte en armoede in de omgeving van Grace Farm te kunnen bestrijden, hebben ze hulp nodig. En hier komt Family 7 voor in actie. Het is hongersnood hier in Malawi. Ik ben hier nu al bijna een week op bezoek bij Grace Farm en ben diep onder de indruk van hoe ze de honger en de armoede proberen te bestrijden. Wat weet ik als Nederlander nou van honger? Wat weet ik van armoede? De dagelijkse realiteit waarin velen hier in Malawi elke dag moeten leven, heeft me diep geraakt. Grace Farm vangt ook weeskinderen op. En daar zijn er nogal wat van hier in het land. Wel 1,3 miljoen. Een ongelooflijk hoog aantal kinderen die geen ouders meer hebben en vaak door oma worden opgevoed of op straat moeten zien te overleven. In de eerste aflevering ontmoette ik Alide. Zij heeft Barneveld ingereld voor Malawi om een aantal van deze kinderen bij te staan. Ik ben diep onder de indruk van hoe zij hier de drijvende kracht is achter het weeshuis. Zij nam me mee naar Ani, een van de weeskinderen op het project. Nu ziet ze er gezond en gelukkig uit, maar toen Alide haar ontmoette, zag ze hoe hoog de nood was in het gezin waar Ani uitkwam. En met Ani zelf ging het ook niet goed. Wat zag je dan? Wat zie je bij zo'n kind? Bij ondervoeding zie je dat het haar rossig wordt. Ja. Je ziet magere armpjes en dikke buikjes. Bij Ani zag je bijvoorbeeld dat de handjes heel erg vol met ilt zaten en haar voeten waren heel erg hard. Echt een beetje van die oude dameshandjes had ze. Ja. Dus je zag dat gewoon eigenlijk niet goed. Ook allemaal plekjes op de huid had ze. De moeder zag je gewoon heel magertjes. Heel magertjes de moeder. Ook het, hoe ze er ook fysiek uitzag. Zag je ook dat de moeder niet goed voor haarzelf kon zorgen. Annie's haren waren rood van het proteïnegebrek en haar buik was gezwollen. Alide zet zich in om kinderen zoals Ani te redden. Kun je het je voorstellen dat je je familie en comfortabele leven achterlaat in Nederland en voor jaren vertrekt naar de middle of nowhere, waar je moet werken in een gebied waar zoveel leed heerst? Alide deed het en als we een wandeling maken, legt ze uit waarom. Ik had eigenlijk al vanaf mijn jeugd had ik eigenlijk een verlangen om naar Afrika te gaan. Ja. Zendingswerk te gaan doen en naar Afrika te gaan. Toen ben ik in 2001 drie maanden in Blantyre op een weeshuis wezen helpen. Om gewoon eens te kijken van is dit iets voor mij? En kan ik tegen het klimaat? En kan ik zo ver van huis? Weet je, ja. Ik heb geen heimweggevoelens. Dus toen ben ik 3 maanden op een weeshuis wezen helpen. En toen begon het eigenlijk wel warm te worden dat ik heel graag het zendingswerk in wilde. En ik uiteindelijk in 2005 hier 4 weken wezen helpen. En in 2006 vroegen zij of ik wilde komen. Maar ik voelde zelf heel erg sterk wel dat ik gewoon vanuit, toch door de Heere geleid moest worden om zendingswerk te gaan. Ja, want anders hou je dat ook niet echt vol, lijkt me. Nee, en dat merk ik nu ook heel duidelijk. Ik zeg, ik weet dat ik van de Heere hier mijn plek heb. Ja. Anders weet ik niet of ik het zou volhouden, want nee. Je moet best veel opgeven. Je hebt heel veel mooie dingen, maar je geeft ook veel op. Ja, je geeft natuurlijk je hele vrienden, familie, leven in Nederland op in feite. Hoop vrije tijd, hoop zekerheden geef je eigenlijk van het leven op. Ja. Ik ben gegaan. En ik geloof dat hij zo heeft moeten zijn. Ik ben erin gaan staan en Je zit er nog steeds? Ik zit er nog. Ja. 7,5 jaar nu. Wauw. Wat een verhaal, joh. Ja. En nooit spijt van gehad, van die keuze? Ik voel, het is een keus van de Heere. Ja. Dus het is goed. Ja. Mensen vragen ook wel eens, wanneer ga je weer weg? Tot hoe lang blijf je hier? Ik zeg, ik weet er niks van. Ik weet dat ik de plek van de Heere gekregen heb. Wanneer hij zegt, de tijd is over. Dan is de tijd ook weer over. Ja. Dan of een andere plek of weet ik wat. Dus daar heb ik rust bij. Ja. Want ik weet dat ik de plek van hem gekregen heb om hier te werken. En niet dat altijd alles makkelijk is. Maar zolang ik mag weten dat het de plek is die hij me gegeven heeft om te zijn. Dan moet ik er zijn. Ja, dan komt dus, het goed. Dan komt het goed. Ja. Dan komt het goed. Ja. Alides hart ligt bij de weeskinderen. En dat is goed te zien.
Hoewel de kinderen een veel beter leven hebben dan voordat Grace Farm hen opving en ze nu ook naar school kunnen, zijn de omstandigheden van deze school slecht. Dat is een van de redenen dat Grace Farm graag een eigen school op het terrein wil. Om dat met eigen ogen te zien, nam Alida mij deze week mee om met de kinderen naar school te gaan. Om die reden stond ik om 5 uur op om samen met Annie water te halen, te ontbijten en naar school te lopen. Hey, je zei gisteren over dat je me ging laten zien wat de reden is dat jullie een school nodig hebben. Is dit een van de redenen, dit stuk wandelen? Het stuk wandelen, ja, voor de kleintjes. Nou, je ziet al, kijk, Annie, korte pootjes. Ja. Dat maakt het gewoon al heel vermoeiend. Dus ze verliest eigenlijk al een heleboel energie voordat ze op school is. Ja, want ik kan me voorstellen dat ook hier, als we zo een beetje door dat hoge mais lopen, dat het ook niet zonder gevaar is. Of valt het wel mee? Nee, dat is een andere reden. Vooral voor de kleintjes, als zo het mais, wat nu gewoon hoog is. Het is heel makkelijk om een kind dus eigenlijk, zeg maar, als ze alleen lopen, het maisveld in te trekken. En ja, een kind is spoorloos. Ja. En ik dacht eerder altijd, nou, dat gebeurt niet. Ja. Maar het blijkt dus jaarlijks gewoon wel te gebeuren. Oh, echt? Ja, het kidnappen, maar ook gewoon wat aandoen. Maar soms zijn zij eerder klaar en dan wacht ze niet. Nee. Totdat de grotere ook klaar zijn. En dan zien we ze toch soms alleen thuiskomen. Wel, we zeggen dat mag niet. Ja. Maar dat gebeurt dan automatisch. Kijk, zij zijn klaar en ze gaan. Ja. Dus dat is een van de grote gevaren ook. Ja, gatsie, je moet echt niet bedenken wat er dan allemaal kan gebeuren. Vreselijk. En dat is niet het enige probleem. Trucks razen meestal met hoge snelheden over deze smalle wegen. Gelukkig stopt deze op tijd, maar veilig is het niet. I was afraid for my children. Oh. Good morning. Good morning. Ik denk, hij jaagt me te hard. Dat is weer een ander gevaar. Kijk, die jaagt gewoon door aan die kinderen. Die kunnen gewoon naar de berm in springen, hoor. Ja, rijdt hij normaal gewoon door? Ja. Bizar. Het is ongelooflijk hoe hard ze rijden. Ik heb dat toch wel aardig onderschat. Normaal gesproken in de zomer is het dus nog warmer, maar het is eigenlijk nu al ontzettend warm. Ja, dan ga ik even. Het was echt ontzettend heet. Ik wilde het niet toegeven, maar ik voelde de hitte in mijn benen. Ik vroeg net even aan Annie of ze inmiddels moe is. Maar volgens mij kun je het al wel aan haar zien. Het meisje naast haar die tilde haar net al even op, dus volgens mij is ze al aardig moe en we zijn nog niet eens halverwege. Toen kwamen we aan op school. Nou, dat was een hele trippel. Nou hè? Zo. Oh, die kinderen! En waar mee? Oh, god. Dat kan je voorstellen, het is nu nog ineens november. Nee. Fine. Can you put your hands up? Arms up. Clap hands once. 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 Good. Put your hands down. Hello, Anne. Say hello, sir. Hello, Anne. Good. Can you give a hand to this one once again? Again? Can you go and sit down? Okay. Als je nou zo kijkt, oké, die wandeling is lang, het is warm, het is misschien gevaarlijk, maar ze krijgen wel les, ze krijgen wel onderwijs. Nee, altijd kun je zeggen, zij gaan naar school. Dus alles wat ze oppikken, pikken ze op. Mm-hmm. Maar pikken ze werkelijk op wat je eigenlijk graag zou willen? Mm-hmm. Kijk, ze verliezen natuurlijk wel wat. Als je kijkt, al verlies aan energie, verlies je ook aan concentratie. Yeah. Dus je verliest wel wat je eigenlijk er ook bij zou voegen. Nou, hebben we op school kun je ook zien dat de klassen erg groot zijn. Yeah. Nou, ik kan me voorstellen, een teacher, die kan, een onderwijzer, die kan niet
van het lage niveau tot een intelligent kind. Op al dat niveau gaat hij lesgeven. Dus hij concentreert zich vaak op de sterkste. Ja. Dus de zwakke kinderen, die krijgen geen extra aandacht, geen extra. Dus die haken op een gegeven moment gewoon af. Dus de grootte van de klasse is ook een probleem. Ja. Want er zitten echt soms wel 50. Nou, ik denk dat er minimaal 40, 50 kinderen in een klas zitten. Ja. Sommige klassen zijn 600 kinderen in een klas. Ongelooflijk. Dat is echt super. Nou, dan weet je gewoon, de zwakke kinderen haken echt af. Ja. En die vallen ook niet op in klas. Dus hij, de teacher, die heeft er gewoon compleet geen aandacht voor. Nee. En Annie, is zij een van de zwakkere kinderen of komt zij goed mee? Nee, Annie is echt een van de zwakkere. Dat is natuurlijk heel triest, dat zo'n meisje als Annie dus eigenlijk gewoon geen kansen heeft hier. Ja, dat is een risico wat erin zit. Ja. Dat is een risico wat erin zit. En daarom geven wij ook al wel extra les in de middag. Maar dat is eigenlijk nog te weinig om haar gewoon echt goed op het niveau te krijgen. Ja. Met een eigen school op het terrein van Grace Farm kunnen ze niet alleen de weeskinderen goed onderwijs geven, maar ook nog zeker 150 kinderen uit de omgeving. Door dit onderwijs hebben ze veel meer kans op een baan, waardoor ze uiteindelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Voor zo'n school is €36.000 nodig. Het terrein is er al, maar de financiële middelen nog niet. Als we met 1000 mensen €36 geven, of met 3000 mensen €12, dan zijn we er al. Grace Farm heeft de hulp hard nodig om deze school te kunnen bouwen. Zeven jaar geleden kwam ook Wim de Kwant in aanraking met het project in Malawi. Wim is een ondernemer in kantoorartikelen en Alide kwam bij hem in de winkel. Hij besloot haar te bezoeken in Malawi en zijn hart werd geraakt door het project. En toen je die armoede hier zag en die dorpen en die mensen die hier echt slechte omstandigheden hebben, wat deed dat met je? Dat is lastig te omschrijven. Ja. Als je dat gewoon ziet, dan is het contrast met Nederland zo ontzettend groot. En als je dan hier ziet dat de mensen gewoon één keer in de twee dagen eten. De eerste keer dat ik hier was, was het ook in maart. Dus alles was groen. Dus dat zag er prachtig uit. Het was niet dor of zo. Nee. Maar op dat moment hoorde je wel de verhalen van de mensen. Ja. En zaten ze te bedelen bij de poort. Van heb je wat voor me? En dat kwam wel binnen, ja. Dat hebben we ook niet meer losgelaten. Wat vond ik het land er prachtig groen uitzien. Maar de mensen die nog niet geholpen worden door Grace Farm, lijden honger. Veel arme gezinnen hebben wel een eigen maïsveldje. Maar dat is lang niet voldoende om het jaar door te komen. En helemaal nu niet. Doordat de vorige oogst mislukt is, is het eten op. En de nieuwe oogst is nog niet klaar. Lyson is de Malawiaanse manager van de boerderij. Hij nam mij deze week mee naar een gezin dat nog niet geholpen wordt door Grace Farm. Daar werd ik geconfronteerd met het leed dat daar heerst. Ondanks haar vrolijk gekleurde kleding is het leven zwaar voor deze alleenstaande moeder. Yes. Like a brand. Why does she need help? Do they have food every day or no? She doesn't have enough food. So the children are not really healthy, I think. She is neither. Yes, they're not healthy either. No. How many children do you have? Six. She six has six children. Yes. How does it feel to not be able to feed your children? Maybe she can tell me. She just feels she's not a provider of the children, and she just feels sorry to the children that. Yeah. So she has also a different roof than the tin one. Does this one leak rain when it's raining? Yeah, there is a leak a lot in the rain. When the children get wet during sleep, then they become fevers. Can we maybe look inside her house? Kwambaleka kupita nao nyumba. Yeah, welcome. Yeah. Dat is een longo legje maas. So with how many people is she living in this? Nyumba bangona na zwalingo.
kan niet, want er binnen 6. Oh, 6 children. And this leaks the rain? Ja. Yeah. Yeah. This leaks the rain in. Kun je je voorstellen dat je je kinderen dus niet altijd eten kan geven? Dat als je zo'n dak hebt, dat het dan regen gaat lekken, dat die kinderen ziek worden? En dat je dan al je geld eigenlijk moet besteden wat je al hebt, als je het al hebt, om die kinderen naar het ziekenhuis te brengen. Dat is eigenlijk niet zo gek dat er zoveel kinderen doodgaan, alleen al omdat ze niet geholpen kunnen worden. We wonen hier dus met zeven in een hartstikke klein huisje. Dat is echt bizar, dat kun je je gewoon niet voorstellen. If you can see how the house is, it is not worth it for seven people in. No, not yeah, so. She just told me that there is no food, but I think that is maize. How does it work? That is, we call it the outcome. There is maize. Mm-hmm. When you take maize to the maize mill, yeah, they grain it. Yeah. And there is a maize grain that side and the maize pieces, yes, that side. Then they take maize grain that people throw away. And they take that maize grain. Maybe there is a small, thicker, thin maize from the maize grain, which uh-huh, people throw away. Yeah. Then they sieve that one. Then they so have they, those. So they go to the maize meal and then they take whatever people are leaving behind. Yes. Can you maybe ask her if she's hungry right now? Aguti, abanabano wana sala. Yes. She do not eat the porridge. Ik kan me er zo niks bij voorstellen. Je kan gewoon niet kunnen eten en het mais op me meenemen wat mensen een beetje achtergelaten hebben als ze de mais gemalen hebben. En dat dan, het is niet eens voedzaam. Snap je tot niks van dat die mensen al jaren zo leven, dag in dag uit. Help needed. Ja, absoluut. Wim richtte met een aantal ondernemers Stichting Raise op om dit soort gezinnen te helpen. Samen met Lyson houdt hij zich bezig met het boerderijgedeelte van Grace Farm, waar ze soja verbouwen. Hij legt me uit hoe dit sojaproject de armste van de armste in de omgeving kan helpen. Je mensen die hier op het moment bezig zijn, ja, dat zijn eigenlijk ZZP'ers. Die in principe voor hunzelf werken. Ja. Dus zijn niet in dienst bij Grace Farm. Wat krijgen zij dan van jullie, de grondstoffen en het stukje land? Ja. Want dit land is wel van Grace Farm. Ja, het totale land is in eigendom van Grace Farm. Ja. En wij verdelen het onder de lokale bevolking. Ja. En wij delen dan aan hun uit kennis, ten eerste, voor de soja te verbouwen. En aan de andere kant wordt hun de sojazaad gegeven. Maar hebben we de afspraak mee dat wij geven hun die sojabonen. Ja. Die verbouwen hun. En wij kopen dat soja, de sojaoogst van hun, die kopen wij terug. Ja, dus eigenlijk is het zo dat als je hun één keer een beetje zaad en een stukje grond geeft, en je geeft dat elk jaar, krijgen zij opnieuw grondstoffen van jullie. Ja. Dan help je hun eigenlijk hun hele leven lang om geen honger meer te hebben. Ja, ja, daar komt het wel op neer. Met het salaris wat de bevolking krijgt voor deze oogst, kunnen ze de hongermaanden doorkomen. En soms kunnen ze zelfs hun huis verbeteren door er een tinnen dak op te plaatsen. Zo'n stukje land en het sojazaad kost eenmalig €38. En daarvan kan een gezin elk jaar weer de hongermaanden overbruggen. Maar zelfs voor veel werkers van Grace Farm is deze zware hongersnood moeilijk om door te komen. Want de oogsten zijn mislukt en het voedsel is op. Daarom deelde Grace Farm deze week mais uit aan de dorpen in de omgeving. Ben de Wild is een van de ondernemers en betrokken bij Stichting Raise. Hij vertelde me waarom dit mais uitdelen zo hard nodig is. Als ik nou om me heen kijk, dan denk ik, nou, hartstikke groen, moet hier vruchtbaar zijn. Hoe komt dan die hongersnood? Ja, je bent heel erg op zoek naar het typische Afrikaanse plaatje. Ja. Maar als je hier voor het regenseizoen komt, dan is het hier alleen maar zand. Ja. En dan kom je nu in het regenseizoen, dan schiet alles omhoog, maar er is geen voedsel. Je kan ze moeilijk, mensen kunnen gras gaan eten. Dat gebeurt momenteel ook veel. Maar daar worden ze echt ziek van. Ja. Maar voor de rest is de oogst nog helemaal niet klaar. En de oogst die eraan komt, die is grotendeels mislukt. Ja. Oké. Okay. Saïna. Saïna.
Patricia. Ja. We hebben ongeveer zo'n 600 gezinnen die in de sojaplantage werken. En door de voedselschaarste komt al een derde niet meer opdagen omdat ze honger hebben. Ja, ja precies. Dan kunnen ze eigenlijk niet werken. Nee. En je probeert hiermee een soort eenmalige actie dan van 4 maanden lang? Moet ik het zo zien? Ja, we zeggen wel dat het eenmalig is, maar meestal is een hongersnood over 2 jaar. Dus we verwachten echt wel dat het volgend jaar nog erger zal zijn. En nu is het echt wel heel schrijnend. En ze zijn vreselijk dankbaar. Ja. Echt een supermooi werk. Ja, inderdaad. En je zegt al dankbaar. Wat doet het met je om deze mais aan deze mensen uit te delen? Al die duizenden mensen hier te zien? Ik probeer het op dit moment uit te schakelen. Ik ben op dit moment professioneel aan de gang. Ja. Maar hij komt straks als een boemerang terug. En wat gebeurt er dan met je? Kun je dat uitleggen? Ja, dan breek je. Dan breek je heel erg. Ja. Ja. Omdat je denkt, die mensen hebben geen eten. Ja. Ja. Wat denk je dan? Kun je dat uitleggen? Over een week zit ik met hetzelfde gemak weer aan een biefstukje. En dat is niet te verklaren. Nee. Ik moet even verder. Ben de Wild en vele anderen zetten zich in om deze mensen te helpen in een dringende nood. Ik mocht ook helpen bij het uitdelen van mais. Het is niet te bevatten waar deze gezinnen doorheen gaan. En wel ben ik dankbaar dat Grace Farms ze nu kan helpen. Ben vertelde het net al. Vanwege de hongersnood is het uitdelen van mais een eenmalige actie. Grace Farm wil deze mensen juist op lange termijn helpen. En dat gaat veel verder dan alleen de honger tegen te gaan. Naast de sojavelden verbouwt Grace Farm daarom ook macadamiabomen. Dat creëert onder andere meer werkgelegenheid en van de opbrengsten gaat een deel terug naar het weeshuis om meer kinderen op te kunnen vangen. People in Malawi, they are really suffering. The hunger is there. If they can eat once a year, once a day, then that is blessed. Yeah. They can even once go to a day bed. It's already a blessing. Yeah, they can even go to bed without being taken in sima. But that's not happening. People aren't eating once a day. Some people are not eating even once a day. No. So can you explain to me what would happen to the village and to the people there if Grace Farm wouldn't be here? Hey, God knows. I'm saying God knows because I don't know. Maybe it's an answer from God to say Grace Farm and Children Home have to come here. Yeah. Because maybe God foreseen this will happen. And God is using Rays and Grace Farm to do this. So I know there could be a big mess. De hulp van Grace Farm is hard nodig in deze omgeving, waar armoede en hongersnood heerst. Ben, leg me uit hoe deze macadamiabomen nou praktisch de arme gezinnen kunnen helpen. Een macadamiaboom kost ons €7,95. Dus een boom van het enten tot aan een bijna volwassen boom kost €7,95. En een macadamiaboom begint pas na 7 jaar vrucht te dragen. Ja. En dan kan een boom wel tot 200 kilo vrucht dragen. Ongelooflijk. Ja. En wat brengt zo'n 200 kilo nou op? Nou, voor een kilo ongepelde noten. Ja. Ontvangen wij op de wereldmarkt ongeveer €3 per kilo. Mm-hmm. Dus nou, 200 kilo, dat is €600 kan dat zijn per boom. Ja, dus eigenlijk per verandert seizoen, die 7,95 na ongeveer 7 jaar, 8, 9 jaar misschien per boom verschillend, verandert dus in €600. Ja, ik ben daar wat voorzichtig in, maar ga maar uit van 7,95 in een jaar of 10 kan dat naar €600 gaan. Op dit moment hebben wij 10.000 bomen staan, die hebben jullie gezien. Ja. En wij willen snel doorgroeien naar 50.000 bomen. Het lukt ons op dit moment ongeveer 10.000 bomen per jaar te planten. Ja. Straks hopen we 50.000 bomen te hebben. We bieden enorm veel werkgelegenheid door die 50.000 bomen te moeten verzorgen. Van die 7,95 worden daar dan al die mensen van betaald? Ja, van die 7,95 is het eigenlijk van het enten tot aan een volwassen boom. Daar worden mensen van betaald, daar worden het water van gegeven. Eigenlijk doen we alles van. Voor €7,95 wordt een boom geplant. En van de opbrengsten van al die bomen bij elkaar kan Grace Farm dus de mensen in de omgeving werk geven. En een deel van de opbrengst gaat weer naar het weeshuis. Zodat Grace Farm voor nog meer kinderen kan gaan zorgen.
En op lange termijn kan er met de opbrengsten nog veel meer worden gedaan voor de mensen in de omgeving. Zoals trainingen en het verlenen van microkredieten, waardoor ze kunnen voorzien in hun eigen inkomen en ze niet afhankelijk blijven van Grace Farm. Het geld om nog eens 40.000 bomen te planten is er niet, maar is wel hard nodig. Want de hongersnood en het leed in Malawi is groot. Grace Farm en Stichting Race willen de armsten van de armsten in de omgeving graag helpen. Maar dat kunnen ze niet alleen. Het is weer tijd om naar huis te gaan en dit prachtige land te gaan verlaten. Ik heb ontzettend veel geleerd over de mensen hier. Ik heb ervaringen opgedaan wat ze hier allemaal doen om de bevolking te helpen. En het heeft mij echt ontzettend geraakt dat er mensen zijn die zich zo inzetten voor de armoede en de hongersnood van de bevolking hier. Ik hoop dat ik je enthousiast heb kunnen maken en dat het jou ook heeft geraakt. En dat je bent gaan beseffen dat Grace Farm jouw steun ontzettend hard nodig heeft. Bedankt voor het kijken. Nog even samenvattend. Voor €36 helpt u mee om een school te bouwen voor de kinderen van Grace Farm en de kinderen in de omgeving. Om een gezin elk jaar te helpen om de hongersnood door te komen, kunt u eenmalig €38 geven. En voor €7,95 plant u een macadamiaboom. U kunt uw gift geven op onderstaand rekeningnummer of via iDeal op www.family7.nl. Namens de Weeskinderen van Malawi, Stichting Race en Grace Farm, hartelijk dank voor uw gift.